Heeft u dun haar en wilt u een volle bos haar? Heeft u kort haar, maar droomt u van lang haar, net als Inge de Bruin? Wij kunnen van uw droom werkelijkheid maken. Kapsel en ploegmakers in Schaik. 0486 46 2115. Kijk op onze website extensions.nl. Let op, geschreven als Extensions. Eldorado Parken won 1 november de Gouden Rabobank Ondernemersprijs Land van Kuik en Noord-Limburg. Harry Winkelmolen, had u dit aanzien komen? Had u dit verwacht? Nee, eerlijk gezegd niet. We zaten op laatst met de 3 genomineerden, dat vond ik al een hele eer. Maar dat je daar als winnaar uit zou komen, dat is heel verrassend. Hoe bent u hier eigenlijk bij terechtgekomen? Door mijn accountant, die heeft me opgegeven. Hoeveel finalisten waren er? 3 op het laatst. Wie waren uw 2 tegenstanders? Lucasse, dat is een boomkweker of een plantenkweker. En Martens, dat is een aannemer. Waarom denkt u dat voor Eldorado Park is gekozen? Omdat wij voor de regio denk ik wel iets betekenen, voor toeristen te trekken. En wij denken dat wij toch wel behoorlijk verrassend zijn met ons ondernemerschap in het land van Kuik. Waarom bent u verrassend? Wij durven namelijk veel aan. Wij investeren ook heel veel op onze bedrijven. Dus ik denk dat daar vooral de verrassing ligt. En dat wij met onze jachthaven heel belangrijk zijn in de regio. Dus omdat wij de blauwe vlag dragen, de enige van Limburg bij Eldorado. En dat is toch wel een heel bekend bedrijf. Want kunt u kort vertellen wat Eldorado Parken inhoudt? Welke parken zijn het? Dat is de Maasterp in Oeienlaak. Dat zijn 2 jachthavens. 1 is verhuurd, de ander exporteren we zelf. En een camping. Dat is Camping de Schaaf. Dat is een camping met 400 plaatsen. Dan Eldorado, dat is een camping en een jachthaven er tegenover. En een winterstalling. En dat is de Bergen. En dat is een dagrecreatie, een manege en een camping. En de Maaster of de Spaandershorst in Esbeek, dat is een camping. Het zijn allemaal campings met gemiddeld zo'n 400 plekken. Op de Bergen, nou, die is groter. Sorry. U bent vroeger klein begonnen. Ja. Hoe kunt u het succes verklaren? Nou, ik ben wel niet groter geworden van stuk, maar qua bedrijf wel. En dat is eigenlijk een beetje. Het is eigenlijk niet begonnen met de insteek van willen groter worden. We zijn samen met mijn vrouw ben ik begonnen om de kosten te verdienen. En dat is begonnen eigenlijk in een hele semier horecabedrijf. Een koestal omgebouwd naar een kantine. En zo zijn we langzaam uitgedijd tot een camping. En we zijn langzaam groter gegroeid omdat de buurman te koop was. En daar hebben we toen opgekocht en daar konden we makkelijk aan. En zo zijn we langzaam steeds verder gegaan. Heeft u nog toekomstplannen met Eldorado Parken? Uiteraard. Een ondernemer mag niet stilzitten, uiteraard. Maar we zien nu vooral de kansen op de dagrecreatie van de Bergen liggen. Hoe ziet u dat voor u? We willen die op korte termijn gaan moderniseren, gaan thematiseren. Dus we gaan het buitenpark aanpakken. Vergelijkbaar zoals met het binnenspeeltuin is gebeurd? Ja, wel vergelijkbaar. Ja. En dan willen we toch in een beetje lager circuit uiteraard als de Efteling komen. Maar we zitten dan te denken om in valuta uit te drukken tussen de 10 en de 12 euro. Dat we daar een leuke dagrecreatie van maken. Is dit aankomende zomer al gerealiseerd? Nee, dit traject duurt een jaar of 5. Waar ik nu over spreek. Ook beheert u een project met drijvende woningen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, dat is prima. We hebben een samenwerking met Dura Vermeer. En daar hebben we daar in de Maasterp in Oeienlaak een project met 32 drijvende woningen. Waarvan er 6 gerealiseerd zijn. Dat staat op www.maasvillas.nl. Maar de hele infra voor de 32 ligt erin. En wij denken tegen de stroom in dat we nu, ze liggen er vanaf juni in, dat we toch aardig verkopen. We hebben er 3 verkocht. En we hebben op 6 woningen al een optie.